Sinds mensenheugenis reist de mens. Dat doen we steeds vaker, steeds verder en steeds sneller. Tegenwoordig trappen we het gaspedaal in tot ver boven de 100 km per uur en vinden we het heel normaal om even de zee over te vliegen. Maar de grootste vlucht? Nou, misschien wel de trein. Neem nu de hoge snelheidslijn. Dat is een van de meest comfortabele, veilige, maar ook duurzame manieren om je razendsnel van A naar B te verplaatsen. Topsnelheden per trein vragen natuurlijk om een platform dat in alle opzichten veilig en betrouwbaar is. De kleinste onregelmatigheid kan immers grote gevolgen hebben. Daarom koos de Nederlandse overheid ooit voor een partij die zowel de bouw als het onderhoud op zich nam. Niet zomaar een bedrijf op de hoek dus. Koninklijke BAM, Siemens en Fluor Engineering bundelden de krachten en InfraSpeed was geboren. Met dit consortium sloot de Nederlandse staat het grootste publiek-private contract ooit. Het tracé is 125 kilometer lang en loopt van Amsterdam via Schiphol en Rotterdam naar de Belgische grens, met verbindingen naar Den Haag en Breda. Met 300 kilometer per uur doorsnijden op dit traject hogesnelheidslijnen de Randstad op weg naar België en de rest van Europa. InfraSpeed bouwde de gehele bovenbouw van rails tot bovenleiding, alle power- en communicatieinstallaties en civiele werken als bruggen en tunnels. Elke millimeter spoor, maar ook alles eromheen, moet altijd in perfecte staat verkeren en naadloos sluiten. Na finalisering in 2006 ontstond uit de bouwpartijen InfraSpeed Maintenance BV, dat tot 2031 de gehele railinfrastructuur zal beheren. Dit bedrijf is gemaakt van mensen die allemaal dezelfde bestemming hebben. Ongekend snel en punctueel treinverkeer mogelijk maken. Op de meest veilige en comfortabele manier. InfraSpeed Maintenance BV is verantwoordelijk voor de beschikbaarheid, veiligheid en kwaliteit van de bovenbouw van de HSL. We garanderen dat 99,9% van de tijd het spoor klaar ligt om er hoge snelheidstreinen overheen te laten rijden. Die 0,1% is ons eigen spanningsveld. Om deze belofte in te lossen en track, systemen en materiaal in goede conditie te houden, is een goed op elkaar ingespeeld team 24/7 in touw. Te beginnen op het hoofdkwartier in Dordrecht. Hier werken de main supervisors en werkvoorbereiders nauw samen. Beleidslijnen worden uitgezet, maar vooral worden aan de hand van observaties, analyses en berekeningen de planningen gemaakt voor onderhoud en het verhelpen van incidentele storingen. In dat ochtendoverleg worden de dingen besproken van de afgelopen nacht en de komende nacht. En dan zijn er een aantal aspecten. Preventief onderhoud, dus om te zorgen dat er eigenlijk geen storingen ontstaan. En correctief onderhoud, dat is eigenlijk... Als er iets gebeurt en dat moet hersteld worden, dan repareren we dat zo snel mogelijk. Als voeding gebruiken we de terugkoppeling van de nacht, van de LWB'ers, van het ITMC. En op basis daarvan zien we of er bijzonderheden zijn en of we in moeten grijpen of dat we iets moeten aanpassen of wat dan ook. Een goede planner is dus niet alleen poppetjes invullen, maar ook enigszins weten wat het werk inhoudt en het op een optimale manier inzetten. En intussen wordt elke afspraak, beslissing of actie nauwkeurig verwerkt en gelogd door de afdeling Document Control. Vanuit het zenuwcentrum worden de opdrachten uitgezet. Iedereen weet wat hij moet doen en kan aan de slag. 's Nachts gaan er vanuit alle disciplines mensen het tracé op, om verschillende werkzaamheden te verrichten en storingsmeldingen te verhelpen. Alle ingeplande specialisten vertrekken vanaf een van de twee maintenance yards, de werkplaatsen en uitvalbasis van InfraSpeed Maintenance BV. Ook vertrekken hier de onderhoudsvoertuigen en worden de mensen geïnstrueerd volgens strikte veiligheidsprocedures voor ze daadwerkelijk op pad mogen. Niet alleen vanwege het gevaar van treinen die je tegen kunt komen op je werkplek, maar wat te denken van de gigantische krachtstromen en het zware materiaal waarmee gewerkt wordt. Het vrijgeven van het streng beveiligde spoor begint bij de leider werkplekbeveiliging, de hoofdverantwoordelijke voor veiligheid in de nacht. Hij brieft de specialisten, checkt of het traject treinenvrij is en controleert of de eerste verhinderingen zijn aangebracht. Daarna neemt hij zelf het spoor buiten dienst. De werkzone leider veiligheid is verantwoordelijk voor de veiligheid van de onderhoudsploeg op de werkplek zelf. Neem het onderhoud aan de bovenleiding.
Zodra de mannen van Traction Power Distribution een go krijgen, vertrekken ze voor hun nachtelijke onderhoudsroute op de Windhof. Het grootste onderhoudsvoertuig dat zelfstandig over het spoor kan manoeuvreren. Wij dragen zorg voor de beschikbaarheid van de bovenleiding. Dus dat bestaat voornamelijk uit inspectiewerk. Om te zorgen dat we tijdig problemen kunnen ontdekken, zodat de beschikbaarheid niet in gevaar kan komen. Het verschil tussen het HSL-spoor en het conventionele spoor, dat is behalve de snelheid, is het ook de spanning. Bij de HSL gebruiken we 25.000 volt wisselspanning. En het conventionele spoor gebruikt 1800 volt gelijkspanning. Wij inspecteren de draden voornamelijk op de gebreken die we kunnen ontdekken. De stroomopnemer gaat natuurlijk met hoge snelheid langs. En we controleren ook al het aluminium wat eraan zit. De problemen die wij tegen kunnen komen zijn materiaalslijtages, moeheid, lostrillende bouten. Dus het is wel zaak dat we alles kunnen controleren. Het spoor is weer schoon, vrij en onbelemmerd en het treinverkeer komt op gang. De Thalys met eindbestemming Parijs en Vira, de hoge snelheidslijn tussen Amsterdam en Breda, vertrekken vanaf Amsterdam. Ze rijden via conventioneel spoor naar het geavanceerde Reda-spoor van de hoge snelheidslijn, dat na Schiphol begint. Dat spoor dat ligt er goed bij, dat moet er ook goed bij liggen. Die reiziger die betaalt best een aardig centje om van Amsterdam naar Parijs te komen natuurlijk in no time. En dan mag hij ook een stukje kwaliteit verwachten. Nou, wij controleren het spoor sowieso heel erg frequent. Dat doen we voornamelijk in de nacht, omdat we overdag vanwege het veiligheidsregime eigenlijk niet in dat spoor kunnen komen. Wij inspecteren met de zogenaamde Facetta. Dat is een inspectievoertuigje met een hoop licht. Er kan twee man in zitten die dus visueel de baan inspecteren. Wat we ook doen is een video schouwtrein laten rijden, die eigenlijk het hele spoorconstructie opneemt. Zodat we later aan de hand van videoopnames nog eens een keer die hele baan af kunnen kijken, van voor tot achter. En dus in feite een aanvulling op wat je 's nachts ziet met de Facetta. De trein betreedt de HSL. Vanaf hier nemen de mensen van Infraspeed hem over. Het ITMC, het controlecentrum in Rotterdam, monitort alle subsystemen die gezamenlijk de railinfrastructuur van de HSL Zuid vormen. Het zijn de oren en ogen van Infraspeed. Alle systemen die worden door computers bestuurd en bekeken. En alle systemen staan ook met elkaar in verbinding via een glasvezelnetwerk. Zodra er een onvolkomenheid is in een van de systemen, wordt dat doorgegeven en naar het monitoringcentrum. En wij nemen hier gepaste actie. Alle werkzaamheden worden hier aangemeld. Alle werkzaamheden worden hier ook ondersteund. Het is bij iedereen heel goed duidelijk dat je alle veiligheidsvoorwaarden dat je daaraan moet voldoen voordat je aan je werk kan gaan. Alle bijzonderheden die hier tijdens diensten voorvallen, die worden vastgelegd in onze dienstoverdracht. 3 keer per dag wordt dat gemaakt. En dat gaat dan ook naar de keelkade, naar de main supervisors. En die gebruiken dat rapport in hun ochtendoverleg. Niet alleen de mensen, maar ook de treinen rijden natuurlijk onder de strikst denkbare veiligheidsprocedures. Ondanks dat de machinist alle besturingshandelingen verricht, wordt de trein volledig automatisch geïnstrueerd door het signalensysteem van Infraspeed. De mensen van signaling, wat feitelijk seinen betekent, zorgen voor 100% veilige baanvakken. In het gunstigste geval rijdt hij 300 km per uur. En kan hij natuurlijk wel naar buiten kijken, maar is dat veel te snel om echt daadwerkelijke seinen te zien, zeg maar. Dus de seinen die bij het conventionele spoor buiten staan, die zijn bij ons spoor vervangen door fictieve seinen, waarvan de machinist alleen maar het seinbeeld op zijn DMI ziet, op zijn computer. Maar wat meer in detail betekent dat, dat op het moment dat een treindienstleider verzoekt om een trein van A naar B te hebben, dat het systeem gaat controleren of alle onderdelen daarvoor die hij onderweg tegenkomt, of die goed zijn. Of er geen storingen zijn, of de wissels in de goede stand liggen, of de seinen allemaal goed staan. En als dat zo is, dan gaat het systeem ook aan de trein daadwerkelijk vertellen hoe ver die mag rijden en hoe hard hij mag rijden. Het spoor baant zich een weg door het landschap, maar wordt soms door moeder natuur een andere kant op gedwongen. Zo werd in het Groene Hart, een van Nederlands schaarse natuurgebieden, 's werelds breedste tunnelbuis geboord. Verderop werden tunnels afgezonken, zoals in het Dordtse Kil. Vanzelfsprekend zijn de tunnels uitgerust met de meest geavanceerde systemen, de tunneltechnische installaties. In die tunnel kan een trein tot stilstand komen, ongepland.
Een trein mag niet stoppen in de tunnel, maar het kan natuurlijk altijd gebeuren. De ongeplande treinstilstand wordt gesignaleerd. Op dat moment gaat de tunnel van bedrijfsmode naar calamiteit. En op het moment dat de tunnel in calamiteit gaat, gaan de jetfans aan om de rookgassen af te voeren. De escape doors worden ontgrendeld zodat de passagiers kunnen vluchten naar de andere buis. In de andere buis staan de jetfans ook aan om te zorgen dat die buis vrij blijft van rook. Het brandmeldsysteem geeft direct een doormelding naar de regionale brandweer. Zodat de brandweer geactiveerd wordt om naar de tunnel te komen. Die moet het wel in goede conditie houden. Het blijft niet uit zichzelf nieuw. Dat is het onderhoud wat moet gebeuren. Plus dat er heel veel visuele inspecties bij zijn. En ja, bepaalde testen vanuit wet- en regelgeving die gewoon verplicht zijn. Bij het Hollands Diep passeert de trein het breedste water tussen Amsterdam en Parijs. Naast de bestaande spoorbrug werd daarvoor de langste brug op het traject gebouwd. Een brug is een brug, zou je zeggen. Niet volgens Ralf, main supervisor civiele werken. Achter mij zien we twee bruggen. Brug Hollands Diep, dat is er één. En net een stukje daarachter, daar zie je de bestaande spoorbrug. En dat is waar het conventionele spoor overheen gaat. Het is echt een technisch hoogstandje. Bijvoorbeeld ook als je naar de opleggingen kijkt, de manier hoe dat is opgebouwd. Ja, dat is iets heel bijzonders. Onder het onderhoud van de civiele werken, daar valt eigenlijk onder dat we even resume dat we inspecties uitvoeren. We voeren correctief onderhoud voeren uit aan de kunstwerken. En daaronder vallen de tunnels, de bruggen, flyovers. Zoals deze brug dus ook, brug Hollands Diep. Eigenlijk allerlei kunstwerken, in totaal rond de 170 langs het hele traject. De trein vervolgt zijn weg. De laatste Nederlandse balise vertelt hem dat hij contact moet zoeken met het systeem van de Belgische collega's. Vanaf Hazeldonk begeleiden zij de trein verder op zijn weg richting Frankrijk. En intussen merkt niemand iets van al dit werk. Trots zijn we eigenlijk het meeste op die vanzelfsprekendheid. Mensen vinden het normaal dat ze ongekend snel heel comfortabel kunnen reizen. Zonder schokken, want wij zweven liever over ons spoor. Geruisloos, veilig en rimpelloos. De reizigers hebben hun bestemming bereikt. En wij daarmee ook. Dit is Infraspeed Maintenance BV. Welkom bij dit bedrijf voor gedreven specialisten. Los van het feit dat het beschikbaar houden voor nog een snelle lijn ons dagelijks werk is, zijn we ook zeer trots op dit snelle spoor. Je zult snel merken dat we een goede balans kennen tussen lage drempeligen en open cultuur, maar tegelijkertijd zeer strikt zijn en op veilig spelen. Immers, we werken veilig of we werken niet. Iedereen is erg betrokken bij deze belangrijke bestemming. En dat maakt Infraspeed een hecht bedrijf waarbinnen er ruimte is voor zelfontwikkeling en zelfontplooiing. Nogmaals, welkom bij Infraspeed Maintenance BV en succes!